tweede staat te popelen van ongeduld. Komt hij aan. Hallo. Hallo. Ik ben Bert Geronimus. Ik ben psycholoog en onderzoeker. Oh jee. Sorry, wat vragen stellen. Wat had u gehoopt dat we zouden vragen? Dus wat had u graag willen vertellen? Nou, eigenlijk waar je nieuwsgierig naar bent. Want jullie wordt gevraagd om iets te weten te komen. Dus waar ben je nieuwsgierig naar? Dat is heel vermijdend. Bent u een rationeel mens? Ik ben in mijn werk rationeel. En ik kies ervoor om dat echt ook zo te doen. Zeker in zo'n crisissituatie. En verder ben ik denk ik wel behoorlijk mixed. En heeft u dat geholpen de afgelopen 2 jaar, die rationaliteit? Het was cruciaal. Want het is een enorme impact. Ook bij mij, ook privé, ook ja. Ja, dat heb ik gelezen. En ik wou daar eens niet veel op ingaan, want u bent natuurlijk beveiligd en al die dingen. Heel vervelend. Ja. Vond u het beleid rationeel? Rationeel? Nou, nee. Wel met rationele onderdelen. Maar in de keuzes die gemaakt worden zitten natuurlijk ook allerlei processen waar je niet zo goed zicht op hebt wat er speelt. Dus allerlei partijen die ook aankloppen en zeggen, hé, maar wij moeten voorrang of wij willen dit. Dus hoe dat precies gaat, nee, ik zou dat niet helemaal rationeel willen noemen. Als ik er daarnaar gekeken heb vanuit als publiek, hè, ik lees dat enzovoort, dan heb ik mij eigenlijk... Ik viel van de ene verbazing in de andere. En, een voorbeeld is bijvoorbeeld het sluiten van de scholen. Het is al even te sprake geweest. Natuurlijk speelden die kinderen een relatief kleine rol in de verspreiding. En ook is de impact wel onevenredig groot op kinderen en jeugd. In medio april, en u weet dat beter dan ik, zat 90% natuurlijk thuis, wereldwijd. Ook de prijs die ze in de toekomst betalen is natuurlijk veel groter. Ja. Duurde een half jaar voordat we onze inkoop en onze gezichtsmaskers eigenlijk in orde hadden. Daarna ging de school weer dicht. Tweede keer dat de overheid eigenlijk meebeweegt met publiek sentimenten, in mijn ogen. We hebben avondklok gehad natuurlijk. Die werd afgeschaft met eenzelfde aantal besmettingen als toen die ingevoerd werd. In juni schreeuwde iedereen, laten we alles openen. 70%, 80% van de Nederlanders was voor. Toen deden ze het. Nou, het ging in een piek en 3 weken later wilde 70%... Ofwel, het was niet allemaal rationeel, hè? Ja, dat wil ik eigenlijk vragen. Hoe heeft u daarnaar gekeken eigenlijk? Ja, kijk, eigenlijk, want uw kinderen hebben hier natuurlijk ook mee gemaakt. Dat waren wel ook gesprekken aan de keukentafel, werd me straks verteld, maar gevraagd. Maar ik ben als deskundige gevraagd voor het biomedische verhaal. Daar probeer je dan zo goed mogelijk een soort advies voor neer te leggen. Maar of wat daarvan, en dat kijkt echt vooral naar wat is er voor nodig om die impact, op de gezondheid en op de zorg, de virus, infectie, gezondheid en zorg, om dat zo mogelijk te beperken. Dat proces van wie daar ook allemaal wat van vond, dat heeft gespeeld. Maar ik vind daar zelf ook wel van, maar dat moet ook. Dat is ook niet een afweging die je alleen vanuit die biomedische optiek kunt maken. Dus dat de politiek bijvoorbeeld soms echt andere keuzes maakt dan is geadviseerd, vind ik eigenlijk logisch. Daar kan ik ook wel van denken van, maar dit geeft wel een minder effect op dat wat we beoogd hadden met het advies. Maar daar moet je dan weer naar kijken van, wat doe je daarmee? Dus dat vind ik op zich logisch. Maar wel, ik heb wel ook me wel eens afgevraagd van, maar hoe, er is gezegd van, we hebben eigenlijk ook een OMT voor de maatschappelijke impact, voor de economische impact nodig. Dat vind ik eerlijk gezegd ook wel. En dat was er nu ook wel, maar ergens achter de schermen. Nee, niet zichtbaar. Ik heb de sociale wetenschappers niet gezien. Eigenlijk. Nou, er is bijvoorbeeld een hele groep rondom gedragswetenschap. Daar ben je wellicht bij betrokken. Die zijn ook bij het ministerie bij de voorlichtingscampagne, de communicatiecampagnes betrokken. Maar natuurlijk niet zichtbaar in van dit is wat we vinden met z'n allen. En dit is wat er moet gebeuren. En die afweging ook niet. En dat als ik het terugbreng tot uw eigen beroepsveld. U werkt natuurlijk ook voor de Wereldgezondheidsorganisatie. In 2019 hebben jullie nog een mooi rapport geschreven. Een soort review van alle non-medische interventies die je kan doen. En daarin stond in lockdown,
niet doen. En wat zien we een paar maanden later? Eigenlijk op een paar landen, naar geloof ik Burundi en Tanzania of zo, is iedereen in lockdown gegaan. Hoe kijkt u daar dan naar met al uw kennis? Ik weet niet welk grieven je bedoelt hoor, want ik geloof niet dat ik ooit over lockdown heb geschreven. Maar ik was verbaasd toen het in China gebeurde. Dacht van, nou, dit is echt een stunt. Dat kan alleen maar in China, dacht ik. Maar vervolgens ging dat dus ook op andere plekken. Dus ja, ik was er wel verbaasd over dat het überhaupt op tafel kwam, ja. Dus we zijn het eigenlijk over eens dat een heel groot deel van de beslissingen in Nederland eigenlijk meer emotioneel gedreven waren dan echt gebaseerd op pure ratio en wetenschap? Nou, dat is wel een verregaande conclusie. Dat vind ik niet. Een beetje uit. Maar ja. Dat vind ik niet. Maar dus ik denk dat de onderbouwing op zich wel. Dat kan natuurlijk altijd beter. Maar dat proces van. En dat dat ook best lang ook wel echt is gebruikt om keuzes te maken voor het beleid. Maar dat proces van wat daar verder nog bij komt kijken, ik denk dat we daar nu wat meer van zien. Dus je hebt eigenlijk een pakket aan maatregelen. Wij zeggen, het kan nog niet helemaal los, want dan ga je echt de winter een probleem krijgen. Maar hoe je dat doet, dat kan op verschillende manieren. En dat keuzeproces, dat is wel echt een beetje onderzichtig, laat ik het zo maar zeggen. Wat heeft u nou persoonlijk gehoord afgelopen 2 jaar? Wat heeft u nou emotioneel geraakt? De situatie verpleeghuizen, de eenzaamheid, de jongeren, de eenzaamheid, het gewoon je hele afdeling 2,5 jaar niet zien, alleen maar hier en daar via Zoom. Dat soort dingen. Ik heb wat interviews met u gelezen en één zinnetje is me heel erg bijgebleven en daarin zei u, misschien laat deze pandemie wel zien dat Moeder Aarde ons iets wil vertellen. Kunt u daar iets over uitweiden? Dat is een verhaal wat gaat over het gegeven dat virussen, wij delen de aarde met van alles en nog wat, dieren en virussen. En dat als daar ergens heel veel verandert, dan zie je vaak dat er gewoon virusinfecties gewoon. Omdat die dieren onder druk staan en dan springt het makkelijk over. Ja, precies. Dus het zijn eigenlijk een soort regelaars van ecosystemen. En het onderwerp waar ik dan mee bezig ben, zijn die nieuwe dreigingen en pandemieën. En die hebben ook wel te maken met de impact van ons op de planeet. Dus ik vind dat we daar serieus in, hoe we naar de toekomst kijken, moeten gaan meenemen. Dus niet zozeer alleen de mens centraal, maar de mens als onderdeel van een heel ecosysteem. Ik had ook in een interview gelezen, en dat vond ik leuk, omdat hij hetzelfde argument gebruikt als ik vaak doe in mijn stuk of in mijn werk. Is het niet raar voor een virus wat zo voorspelbaar was, en dat werd in het vorige gesprek ook aangehaald, het is iedere 15 tot 20 jaar raken, afgelopen 2000 jaar, dat we zo weinig voorbereiding hadden eigenlijk. En u zei ook van, we hebben wel afsluitdijken en weet ik veel wat voor iets wat één keer in de 1000 jaar gebeurt. En dan hebben we iets waarvan we het eigenlijk op de vingers konden natellen. En zelfs Nederland, die in de top 3 stond van best voorbereide landen op een pandemie. Ik vond het schokkend. Ja. Hoe heeft u daarnaar gekeken? Ja, met frustratie, kan ik wel zeggen. Het is, kijk, er is wel echt wat aan het veranderen in die infectiedynamiek. Maar het systeem zoals we het hebben van preparedness gaat eigenlijk wat meer over een Ebola, een Marburg geval, van die MERS-import. Hè? Van die infecties die wel heel heftig zijn, die ook onverwacht zijn, maar die niet zo snel spreiden. En daar is ons systeem prima voor ingericht. Dat kunnen we echt prima aan. Maar zoiets wat echt zo snel spreidt, daar zijn we gewoon echt onvoldoende op voorbereid. En dat klopt. Maar er is ook steeds, het is ook moeilijk om daar, om dat goed op de politieke agenda te krijgen. Ja, en hoe gaan we dat anders doen? Want eigenlijk is dat irrationeel dat we ons niet voorbereiden op iets wat zo potentieel dodelijk is en nogal voor de hand ligt. En natuurlijk, u weet dat veel beter dan ik, maar naar Ebola hadden we allemaal waarnemingsstations. We hebben duizenden schitterende plannen. We hebben
voorbereidingscentra. Ja, en toch, zelfs nu in die pandemie zag je dat, terwijl die verspreiding volop gaande was, zodra de getallen in de IC en de meldingen gingen dalen, dan kwam het van, zijn we er nu klaar mee? Dus het is toch heel moeilijk om abstracte boodschap van, denk erom, het is een risico, ja, om dat tastbaar te maken. Op dit moment weten heel veel mensen wat een pandemie is, als we een jaar verder zijn. Ja, ik heb bijvoorbeeld opgefroten dat de overheid niks deed tot het moment dat de eerste besmettingen in Nederland waren. Ze hebben gewoon afgewacht. Hoe heeft u daarnaar gekeken? Ja, dus de afgewachte mensen niet in ieder geval. Nou, de verloren maand februari. U zegt natuurlijk, we zijn eigenlijk in Italië, maar Nederland deed eigenlijk relatief weinig. Ja. Wij waren stervensdruk. We hadden half januari de eerste testen op een rij. En we hebben gezorgd dat die ook in landen waar ze die capaciteit niet hebben, operationeel was. Dus een deel van Nederland was wel degelijk druk. Maar inderdaad, ja, ik denk dat in het begin, ook op basis van informatie uit China, dat we de boel toch wat. De maat verspreiding, de manier van verspreiding wat onderschat hebben. Dat leek meer op wat er destijds met SARS was en wat hanteerbaar leek dan. Onder de radar verspreiding. Ja. Ik wou u toch nog even terugkomen op het punt met de jongeren. Ja. Want ik ben ontwikkelingspsycholoog. Okay. Ik vind dat jongeren onevenredige prijs betaald hebben voor de pandemie. Zeker gezien het risico, bijvoorbeeld in het verkeer liepen ze 10 keer zoveel risico dan met dat hele corona gebeuren in een gegeven jaar. En ook betalen ze daar de komende periode de grootste prijs voor. En als we dan kijken naar de reparatiegelden die uit Europa komen enzovoort, de pandemieherstelgelden, gaat nog geen 2% naar de jeugd. Vindt u ook niet dat de kosten onevenredig bij de jeugd liggen? En misschien deels omdat ze niet kunnen stemmen, maar hoe kijkt u er tegenaan? Dat gaat dan over de jongere jeugd. Ik vind het ook de jongere volwassenen net daarboven. Ja, zeker, die studeren die combinatie. Enzovoort. Absoluut. Ik vind het een. Ik ken die budgetten dus niet. Als dat maar 2% van het geheel is, dan is dat absoluut weinig. Maar bijvoorbeeld in de WHO wordt ook gezegd, de mental health epidemic is een heel belangrijk thema. Dus ja, dit is heftig. Hartelijk dank. Dat was hem. Geef hem een warm applaus. Dankjewel.